En ik hou dus echt van dit soort producten. Ik wil deze adventkalender dus nog gaan vullen. Waarschijnlijk ga ik echt mensen hier maar influencen. Deze zijn zo lekker trouwens. En qua lengte is hij ook goed. Met een leuke schoen eronder. En ze staat helemaal te shine. You don't know what you got. Ik geef hem best wel vaak complimenten. En daar is pakketje 2 van de Douglas. Blond Absolue shampoo. Oh ja, wacht even. Wat? Dit krijg ik ook gratis erbij. Wat is dit dan? Bij mijn vorige had ik allemaal geen goodies gekregen. Dit is echt super leuk om cadeau te doen, maar ik wil wel even weten wat erin zit. Wat? Huh? Wat leuk. Van Biotherm. Life Plankton Elixir. Oh my god. Zo cute, maar dat is echt leuk van de kerstboom. Wat leuk. 2 keer mijn favoriete brow pencil van Benefit. Deze vind ik echt heel erg fijn en hij gaat ook lang mee. Ik heb kleur 2,5. Nog 2 keer die crème, wat ik al had gezegd. Ik heb hem vandaag ook op. Hij is wel iets vettiger dan... Ik smeerde nu eigenlijk altijd zwitsel op het wangetje op mijn gezicht. Deze trekt iets langzamer in. Dus voor 's ochtends moet ik niet een te dik laagje, maar hij is echt zo fijn en zacht en heerlijk. Dit is een van de goodies die ik had uitgekozen. En weer niet die watjes die ik had besteld, maar oké. Tenminste, die ik als goodie had gekozen. Ja, sorry, hij stopt niet. Ik zit heel te wachten met praten, maar gaat maar door. En 2 keer iets wat vroeger mijn lievelingsproduct was van een heel goedkoop merk. Dan had je zo'n tint. En dat kan je dan op je wangen en op je lippen smeren. Een soort kleurstof bijna. En toen bestond dat niet meer. En tegenwoordig zie je wat duurdere merken die het wel verkopen. Zo'n cheek stain. En daar was ik echt fan van. Dus ik dacht, ik ga het gewoon weer eens kopen. En ik heb een roze kleur en een oranje kleur. Nog een kerstboom cadeautje. Ik dacht, ik doe het maar meteen gewoon door te laten inpakken. Dat is super chill. Dat is een unicorn glitter body spray. Die is cadeau voor onder kerstboom. Vet cute. En ook voor kerst, wat nu in de aanbieding was. Ik wist nog niet voor wie exact. Maar volgens mij is H de enige man met wie ik kerst ga vieren. Dan deze heerlijke hammam set. Vond ik wel echt heel erg leuk voor onder de kerstboom. Dus die doe ik lekker weer hierin. En dan heb ik al allemaal kerstcadeautjes klaar. Tenminste, al een deel. Dus dat vind ik wel heel relaxed. Ja, hij is echt super cute klein. Ik dacht dat hij veel groter was. Het is best wel prijzig hoor, voor zoiets. Maar ik vind Benefit wel goed. En ik hou dus echt van dit soort producten. Even kijken. Wow, hij is echt heel baby cute. Hij had ook donkerdere tinten, maar ik wilde gewoon voor deze gaan. Wat frisser tintje. En dan dat was dus de Posy. En dan nu de Cha-Cha. Ik hou best wel van een beetje oranje. Zo cute. Heel leuk. En hier doe je ook echt heel lang mee als het goed is. Oh ja, dat vind ik heel leuk. Het is voor op je lippen en op je wangen. En het is echt een steen, dus het zou echt moeten intrekken. Het is ook best wel lastig af te krijgen dan. Kijk, dit zijn de vrij lichtere tintjes. Ik hoop, ja, dit is wel echt heel roze. Dus ik hoop dat ik wel een goede kleur heb gekozen. En dat ik niet beter voor rood had moeten gaan, maar ik weet niet. Ik heb er heel lang over nagedacht. Ik heb reviews gelezen en ik dacht dat ik deze wel leuker vond dan rood. Wat subtieler. Dus we moeten het echt even zien. Voor op je lip is het sowieso leuk. Maar ik heb het echt vooral voor op mijn wangen gekocht. Dus ik ben benieuwd. Ik wil deze adventkalender dus nog gaan vullen. Dus ik ga nu in vakje 1 deze unicorn bon doen. Tada. En in vakje 2. Perfect. Oh my god, geweldig. Zo leuk. Ik heb even wat dingen verzameld de afgelopen tijd. Deze mini gaat in een mini vakje. Het zijn niet echt hele kleine vakjes. Oh, wow. Toevallig. Perfect voor vakje 3. Nice. Nou, eens even kijken of ik al deze coole dingen er nog in kan gaan verstoppen. Nou, terwijl die bijna helemaal vol is met echt geweldige dingen. Ik ben helemaal excited. Ik moet nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 vakjes. Ga ik boven even kijken wat ik nog voor leuke dingen heb liggen. Waar krijg ik een pakket binnen? En ik heb geen idee wat het is. Het is van L'Occitane. Ik ben benieuwd. Oh, wat leuk! Ik heb weer een adventkalender gekregen, denk ik. Die kreeg ik eigenlijk elk jaar van ze. Maar wat ik laatst ook al zei, ik krijg... Ja, de laatste maanden kreeg ik gewoon eigenlijk niks meer toegestuurd. Ik had het ook niet verwacht. Toen kreeg ik ineens dat haarmasker. En nu dit. Wow. Oh my god. Wat ik nu eigenlijk denk is... Mijn moeder is overmorgen jarig. En ik moet eigenlijk dit aan haar cadeau geven. Want zij vindt dit helemaal fantastisch. Maar wat zit erin? Oh.
Maar ik vind het ook fantastisch. Maar ik heb al zoveel. Het is niet een adventkalender. Volgens mij gewoon een aantal vakjes. Even kijken. Oh, wel een adventkalender. Wat een mooie. Oh. Oh, wat leuk. Oh, die zit ik echt in dubio. Ik had al wat leuke dingen voor mijn moeder. Maar dit. Maar ja, ze wil ook opruimen, zegt ze. Ze wil niet te veel spullen hebben. Ja, dit vindt zij heel leuk. Maar deze kalender is ook zo geweldig om te herbruiken. Oh, en je hoeft de vakjes ook helemaal niet open te maken. Er zitten echt mini-goodies in. Wat leuk. Nou, oké, ik moet het aan mijn moeder geven. Ik moet. Maar jongens, echt herbruik een adventkalender zoals deze of die. Want deze is nog mooier eigenlijk. Maar hoe leuk is het om het opnieuw te gebruiken en zelf te vullen voor iemand. Er kwam ook net een van mijn meest excited Black Friday aankopen binnen. Iets waarop ik mezelf heb getrakteerd, namelijk een zwaartedeken. En dit wilde ik al een tijdje. Ik denk dat dit voor mij echt heel goed gaat werken. Het is allemaal niet gesponsord of zo, hè. En het meeste wat jullie in deze video zien is zelf gekocht ook. Zoals dit. Behalve de pakketjes, maar dat benoem ik altijd dat ik het heb gekregen. Ja, een zwaartedeken wilde ik zo graag. Omdat ik merk dat ik vind het super lekker om iets zwaars op me te hebben. En ik denk gewoon dat ik hier heel lekker mee slaap. En deze was nu 40 euro korting. Dus ik dacht, ik ga ervoor. Ik ga het lekker voor mezelf geven. Ik stuurde het naar Haat en zei hij, daar gaat mijn kerstcadeau. Want hij wilde dus een zwaartedeken voor kerst geven. Super lief. Maar toen zei ik van, nou, deze is zo top. En toen zei hij ook, ja, nu is het ook niet meer leuk als ik het nu koop. Ik kreeg wel wat anders voor kerst. Ja, dat is altijd een drama bij mij. Als ik iets wil en ik kan het kopen, dan doe ik het ook meestal. En hier ben ik echt te benieuwd naar. Waarschijnlijk ga ik echt mensen hier maar influencen. Ik ga ook zeker laten weten wat ik hiervan vind. Kijk, hier kan je het even lezen. En ik heb er één van 8 kilo. Ik heb niet met een hoes of zo, want ik ga hem gewoon over mijn eigen deken leggen, denk ik. Nou, dit is hem, jongens. En het is echt een goede, van 100% katoen. Echt een best uit de test, kwam hij ook aan, haalt een 40% korting. Ik ben echt zo benieuwd. Ik ga, nou ja, vanavond slaapt hij bij me, maar ik ga hier sowieso meteen onder slapen. Ik kan echt niet wachten. Gaat lekker hier met al het vuilnis en oud papier. Hoi, ik zocht je. Was je hier? Je bent zo vervelend herrie aan het maken, hè? Oké, we ruimen weer eventjes de spullen op. Spullen. Ik hou van cadeautjes geven, Bolly. Jammer dat mijn familie niet houdt van cadeautjes. Gelukkig vindt Haze familie het wel leuk. Hier leg ik dan mijn voorraad dingen, maar dit wil ik ook gaan uitzoeken. Ik wil het allemaal gaan uitzoeken en dingen gewoon voor mijn collega's gaan meenemen die open zijn, maar die ik niet meer gebruik. En die nu nog goed zijn. Oh, het is zo'n zo hier, maar ik heb zoveel zin om op te ruimen. Jammer dat ik nog maar een paar uur heb om dat te doen. Grappig, degene die de winactie van laatst had gewonnen, die had tegen mij gezegd, oh Charlotte, die haarband hoef ik niet hoor, die kan je houden. Dus heb ik er wat anders bij gegeven, maar die heb ik over. Dus dan doe ik dit ook nog in de kalender. En dan moet ik volgens mij nog één dingetje. Hallo, ik heb de hele dag opgeruimd en nu is Hader. En daar ben ik heel blij mee, want ik had hem meer dan een week niet gezien. Hier heb ik een mini borrel, want ze moeten gewoon normaal eten. En hier is blue wine. Met, voor Albert Heijn, met lekker sinaasappel en mandarijn. Oké, het avondeten ziet er heel vies uit. Het is een soort van geïmproviseerde Thaise soep. Gewoon maar wat gedaan op gevoel. Met zo'n zakje Thaise groenten, babymais, 2 volle kokosmelk, vissaus, 1 rundelbouillon, 2 kippenbouillon, limoen, chilipeper, zout, peper, scheutje water, udonnoedels van de toko en geen vlees of iets erin. En dat was het volgens mij. En koriander. En gember, dat was ik vergeten. Mami. Hallo, mijn dag met de kinderen zit er alweer op. Het was een super lekkere, chille dag. En ik voel me eigenlijk echt alweer veel beter. Dat merk ik echt op mijn herstel. Veel minder zwaar is. Daar ben ik heel blij om. En ik heb vannacht maar 3,5 uur geslapen. Want H was er en ik kon niet slapen. Dus ik viel om 2:30 of zo in slaap. Toen was ik alsnog elke uur wakker. Ik heb niet die zwaartedeken geprobeerd. Want dat vond ik niet zo lekker omdat ik zo onrustig was. En naast hem lag. Maar ik voel me alsnog prima. Dus dat is fijn. En nu ga ik even mijn surprise afmaken. Dat moet ik echt nu gaan doen. En dan ga ik straks nog even de cadeautjes kopen. En mijn nagels doen. Maar eerst nog even werken. OOB's invullen en zo. Hallo, ik ben weer thuis. Ik heb wat dingetjes gekocht voor mijn surprise van vrijdag. Knutselspulletjes en unicorn pepernoten. En nog een pop voor op de surprise om de surprise leuker te maken. Ik ben blijkbaar gewoon echt niet goed in surprise. Ik vind het echt moeilijk. Ik heb mijn nagels gedaan, maar ze zijn niet heel goed gelukt. Want ik dacht, ik ga een keer voor... Kijk, je ziet het al. Zien jullie hoe dik ze zijn? Normaal worden ze zo natuurlijk gedaan dat ook iedereen altijd denkt dat het mijn eigen nagel is. Is het ook, maar...
dat alleen nagellak is en niet nog een laagje. En nu zijn ze echt zo dik. En ik zei het heet tegen haar van deze is veel dikker en dat was scheef en zo. Ze zei nee, dat hoort. Ik had een ander dan normaal. Maar ik vind het natuurlijk, het kan gewoon, maar ik vind het niet echt mooi. Zie je, ziet gewoon helemaal die dikheid hierop zitten. Maar ja, ik denk dat ze zelf iets korter gaan vijden, zodat ze iets minder opvallen. Ik vond het wel vet, een keertje zwart met zilveren glitter erin. Ik vond het wel stoer, maar het is niet helemaal mij. En ik hou niet zo van dat dikke. Deze is al iets beter, deze hand. Maar ja, en nu ga ik lekker kokosop van gisteren eten. En ja, ik heb altijd nog mijn bath en Body Works spullen en zo te laten zien, maar het is nu niet echt goed licht. Wow, dat is raar. Ik film laatst het natuurlijk altijd met warm licht. Dit is koud licht. Wow. Bizar. Het is gewoon ring light licht. Niet meer, kan je best filmen, maar ik weet niet, ik wil het gewoon even goed doen. Dit is mijn zeep van de Bath & Body Works. Nee, weet je, het is al best wel laat. Ik ga even lekker chillen en ik doe dit later deze week. Want ik wil er echt energie voor hebben en nemen. Oh ja, ik had dit nog bij Action gekocht. Make your own bath bomb. Die van de Zeeman schijnt niet goed te zijn. Die hadden we nog niet getest, maar... Ik had dus bij ASOS wat Black Friday dingen besteld. Onder deze ketting. Maar ik dacht dus dat het een heel klein subtiel kettingje was. En hij is super groot. En dat is niet echt mijn ding. Nee, ik vind dat wel heel groot. Ik dacht dat hij echt gewoon, nou ja, 6 keer kleiner was. Had ik misschien even beter moeten lezen, maar er was geen foto van een aanbeeld erbij. Jammer. Ik vind hem niet. Ik vond hem heel leuk, maar ik vind hem echt te groot. Ik ga dit nu niet passen. Dit zijn allemaal soort van sportachtige broeken. Maar ik had ook nog een heel leuk pakketje met flare broeken, maar die is nog niet binnen. Dat ga ik gewoon even van de week allemaal tegelijk passen. Maar deze ben ik wel nog heel benieuwd naar. Deze was normaal 6, nu 4. Ik vond het wel een prima prijsje. Ziet er leuk uit. Het is heel jelly. Maar het is dus watermeloen badschuim. Maar hij schuimt ook echt wat ik op het plaatje zag. En als hij echt naar watermeloen ruikt, dan ben ik hier heel blij mee. Ik weet echt niet wat ik van mijn nagels vind. Oh, je kan hem dus niet ruiken. Nou ja, dan ga ik gewoon een gok wagen en dan hou ik hem gewoon sowieso. Hij ruikt echt goddelijk naar de meest zoete... Watermeloen kauwgombal van vroeger, die groene. En als je hem openbeet dat er suiker in zat. Daar ruikt hij naar. Oh, wat geweldig. Dit is echt geweldig. En het ziet er mooi uit. Als je een mooie badkamer hebt en je zet dit neer. Hier ben ik heel blij mee. Ik had hier nog 3 soort van slaapshirtjes. Ja, ik dacht gewoon lekker zo'n groot wit slaapshirt. Dat is het wel eigenlijk. Een bak met cereals. Ik vind deze wel echt eigenlijk heel erg leuk. Dit vind ik wel leuk om in te slapen. Dit is het trouwens. Voor wie benieuwd is. 100% katoen. Dat was iets van 15 euro. Dit is wel een beetje zo hard, maar niet storend of zo als je slaapt. Volgens mij heb ik eenzelfde soort met katten. Ja, dit is echt hetzelfde. Maar welke vind ik dan leuker? Ik hou meer van katten, maar qua slaapshirt vind ik denk die cereal dan leuker. Dit is die met katten. Oh, die is ook wel echt cute. Ik hou wel van dit soort lekkere shirts die dan wel zo net je billen en zo bedekken, weet je wel. Dat je er net even zo eventjes mee kan, je bed uit kan lopen als je bij mensen bent of zo. Ja jongens, voor welke moet ik gaan? Let me know. Mijn vlogs zijn toch best wel up-to-date. Die. Of. Ik hou meer van deze kleuren. En ik hou meer van katten. En toch neigt mijn gevoel naar die. Omdat het lekker zo'n good morning shirt is. Ik ga nog even denken. Dit had ik niet verwacht. Dat ik een broek zou kopen. Die ik echt leuk zou vinden. Wat ik alleen jammer vind. Is dat die. Maar dat die hier dus die rits gaat niet hoger. Kijk, zo'n broek. Vaak sluiten ze niet echt aan, maar deze sluit wel mooi aan. Het is wel echt zo'n heel dun stofje. Het trekt niet je benen strak of zo, maar wel leuk. Zo'n leren stofje. Het is best een leuke broek. Wat ik jammer vind. Hij zit wel strak, maar niet te strak. Maar de rits gaat niet. Omdat er net veel spanning op zit, of omdat hij gewoon niet hoger kan. En dan ziet het er niet zo mooi uit, vind ik altijd. Zo. Dit is dus zo'n mat leren broek, maar dan gewoon skinny. Van Noisy May, lengte 32, maat L. Van ASOS ook allemaal. Nou, het is best leuk. Maar even kijken, want het is wel zo'n raar stofje. Dus hij gaat dan de hele tijd lopen optrekken, denk ik. En hij vormt niet echt of zo. Hij maakt je benen niet echt strak gevormd of iets. Maar ik vind hem wel leuk. Ik heb over, nou ja, ik vind dit eigenlijk niet leuk. Dit is een flarebroek. Ja, je ziet dat nooit, zwart flarebroeken. Deze vind ik net een beetje te groot, een L.
Het is gewoon een basic stofje. Het is wel misschien een tip voor sommige mensen. En hij is niet zo lang. Het is gewoon een hele normale stof, zie je dat? Een soort katoen of zo. Heel dun. Echt super comfy. Het zit echt heel erg lekker. Misschien, ja, ik denk als ik een M doe dat ik hem misschien te kort vind. Nou, ik vind hem een beetje te groot. Ik denk als ik een M doe dat ik hem dan misschien te kort ga vinden. Hij doet wel echt niks ook voor je figuur. Het is echt een slap zakje om je heen. Maar het zit wel heel chill of zo. Het is deze. Wil je het wel weten? Asos Design. Oh, viscose. Dit vind ik echt een hele leuke legging van Adidas. Maar dit is een L en hij is echt enorm. Maar echt veel te groot. Dat vind ik raar van een merk als Adidas. Super chill. Super chill ding. Jammer, want nu is hij niet meer in de korting. En ik vind hem wel echt leuk. Ik wil hem wel hebben. Lekker dingetje is het. Ja, raar. Gek stofje. Een soort van... Niet echt een leggingstof, maar ik vind het raar. Dit is hem. Dit vond ik echt geweldig. Het staat ook echt mooi. Maar hiervoor heb ik helaas een te hoog bovenlijf. Ik heb best wel een hoog bovenlijf, want hij trekt hier. En ik vind hem ook te kort bij de benen. En net een te brede ribbenkast. En dat gaat net niet. Nou, ik kan hem wel... Iemand anders zou hem dicht voor me kunnen krijgen. Maar het is wel heel strak. Maar oh my god, dit is zo mooi. Ik hou echt heel erg van off-shoulder. Ik vind dat echt geweldig. Wat een leuk pak. Oh my god, jongens. Als hij dus dicht zit, dan blijft hij gewoon zo zitten. Zo mooi. Wauw, dit is echt een tip. Vraag maar even om het linkje. Als jullie hier een linkje van willen. Want ik vergeet dat sowieso. Ik zal even het kaartje filmen. Misschien kan je dat sowieso ook vinden. Kijk eens even. Dit is handig voor jullie. Gewoon lekker de productcode intypen als je ergens benieuwd naar was. Nou, alsjeblieft. Oké, okay, good morning. Ik ben even een cadeautje aan het maken voor een collega die vandaag jarig is. Mijn moeder is vandaag jarig, maar die moet ik ook nog inpakken. Ik geef mijn collega voor in de mand deze kleur. Want ik denk dat ze wel tof vindt. Ze houdt wel van stoere dingen. En deze Bobbi Brown oogschaduw vond ik ook wel iets voor haar. Kaartje erbij. Helemaal leuk. Goedemorgen. Vandaag voel ik de vermoeidheid van niet vannacht, maar de nacht ervoor. Dat heb ik altijd. Hebben jullie dat trouwens ook? Dat je dus het niet meteen de dag erna voelt, maar pas de dag daarna. Vannacht heb ik wel lekker geslapen, ook onder mijn zwaartedeken. Dus, en ik heb net ontdekt dat ik gewoon de verwarming in mijn lokaal nooit aan had staan. Dat het daarom wat zo koud was hier. Dus nu kom ik hier binnen en is het echt super lekker warm. Oh ja. Hier zijn de cadeautjes. Dit ga ik er nog in doen. Van dit haar... Zo de knutselspullen. Dus ik heb dit. Dit. Deze. Deze. En ik wil de pepernoten. En dan ga ik dit nog op de surprise zetten. En dit nog in de doos doen. Oké, okay, nou deze surprise heb ik opgegeven. Dit was een bok van Gym waar je overheen kan springen met een mat. Mini werk. Ziet er echt niet uit. Het is veel te veel werk. Dit is een squishy. Dit moest iets voorstellen van een gymzaal. Het staat echt helemaal nergens op. Dus ik geef het op. Ik ga de spiegeltjes eraf halen en dan ben ik iets nieuws aan het maken. Dit wordt een podium. Dus dit gaat beter worden. Even de naam bedekken wegens privacy, maar ik ben echt blij. Hij is echt leuk geworden. Hij is nog niet af, maar ik moet nu gaan naar de sportaardekliniek. Ik vind hem echt vet. Hier heb ik ook de naam opgeschreven. Hier zitten die chocolaatjes. Alleen ik heb dus nu wat ik als knutselspul had gekocht, heb ik gebruikt voor het behang. Dus ik moet even wat nieuws nog erbij kopen. Maar ze heeft ook dat haar een knotje. En ze kan dus dansen. En ze is heel lenig. Dan ga ik hier nog lampjes op het plafond doen. En dan vind ik hem eigenlijk helemaal leuk. Ik wilde jullie nog even wat vertellen. Want ik heb een hele leuke nieuwe samenwerking. Ik heb namelijk deze week best wel gehaast geleefd en zo. En ik had ook echt heel weinig boodschappen in huis. Dus ik leefde echt steeds heel simpel. Even een tostietje maken. Even een yoghurtje. Alles wat gewoon in de koelkast op school staat. Niks bijzonders. Geen lekkere dingen voor mezelf gemaakt. En ik was heel blij. Want ik had dus een box van Grace. En daardoor heb ik... Iedere dag een bakje daarvan kunnen eten. En dat was echt super chill, want het zijn hele voedzame snacks. Grace is namelijk dit. Ik heb nog een doosje gekregen. En waarom heb ik er nou twee gekregen? Omdat ze nu een hele leuke actie hebben. En dat is als je voor jezelf een boxje bestelt, krijg je er eentje gratis om iemand cadeau te doen. En dat kun je dan dus echt gratis naar iemand laten sturen. Dit is je doosje. Die krijg je dus gewoon zo door de brievenbus. Wat verder heel leuk is, het zijn allemaal ingrediënten uit de natuur. Hele evenwichtige voedingswaarden. En iedere snack zit bordevol goed. Terwijl er dus ook gewoon lekker chocola in zit. En repen en zo. Dus het is gewoon echt heel erg leuk en heel leuk over nagedacht. Als je dus bestelt, dan kun je ook een persoonlijk berichtje toevoegen. Bij de box die je dan naar bijvoorbeeld een vriendin toestuurt. Wil je een box? Heel leuk. Krijgt er ook nog eentje gratis voor vriendinnen. Dus dat is gewoon super leuk. Vooral in coronatijd en met de feestdagen ben ik helemaal enthousiast. Echt zo handig. Ook, ik heb ook wel eens in mijn vlogs aan jullie verteld dat ik vaak moeite heb met porties. Portioneren. En dit is voor mij ideaal. Want op die manier
eet ik gewoon niet te veel. Kijk nou hoe leuk. Even eerlijk jongens, het ziet er toch echt heerlijk uit. Deze zijn zo lekker trouwens. En deze zijn echt, die ga ik nu niet eten, maar deze zijn echt goddelijk. Ik weet niet wat mijn favoriet is. Ik kan eigenlijk echt niet kiezen. Ik ben hier echt super enthousiast over. En dan wilde ik jullie gewoon even vertellen. Goedemorgen. Ik had gisteren deze glazen gekocht bij de Lidl. Ik vond ze echt heel leuk. Ze waren 3 euro voor 4. En meestal pak ik grote glazen, maar ik vond deze wel heel mooi. Kijk, ze zijn echt wel chic of zo. Lekker om uit te drinken. Ik dacht, ik maak ook eventjes... Doen jullie trouwens ook dat als je zo'n dingetje hebt voor een espresso, dat je nog eventjes een klein beetje erbij doet? Omdat je anders het zonde vindt van je cupje, dat het zo weinig is. Maar ik dacht, ik maak eventjes een café uit een glas. Dat ziet er lekker uit met haver. Die barista van Albert Heijn is echt beter dan die van Alpro Vers. Dat was het schuim die je net zag van deze. Deze vind ik echt veel beter. Dus ik ga voor de geluk alleen maar die halen. Oké, het wordt dit. 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 Als cadeautjes. Het is zo leuk van Action. Ik had eigenlijk voor iemand anders geprobeerd. En dan ga ik dit gewoon inpakken. En dan ga ik dit gewoon erop leggen, denk ik, ingepakt. Nou, het gedicht is klaar. Even oprollen. Nou, je ziet iets minder wel van de binnenkant door de gordijnen. Maar de gordijnen zijn wel heel erg leuk. Het is wel heel vet geworden. En nu moet ik hopen dat ik die nietjes kan wegwerken met verf. Mijn ezelsbestelling komt net binnen. Ik had met Black Friday allemaal flirtbroeken besteld. Blijkbaar hebben ze heel veel leuke. En die ga ik even aan jullie laten zien. Ook heb ik deze haarband besteld. En die vind ik echt heel erg mooi. Hij is wel heel... Sommige haarbanden krijg je gewoon hoofdpijn van. Zo strak zitten ze. En deze voel je echt niet. Maar daardoor zit hij ook niet echt stevig op je hoofd. Maar ik vind hem wel echt prachtig. Hij was ook niet heel prijzig. Dus deze hou ik wel. En deze broek... Vind ik echt super leuk. Ik moet heel even goed kijken of hij niet see-through is. Want het is een beetje een gek polyesterachtig stofje, maar niet storend. En qua lengte is hij ook goed. Dus dat vind ik echt een leuk broekie. Dan zal ik dit voor jullie filmen. Voor wie nieuwsgierig is, dan kan je zien welk merkje, welke maat. Voor als je hem ook wil zoeken. Dan heb ik deze glitterbroek. Wat je natuurlijk weer niet goed kan zien. Wow. Hij is wel een beetje see-through. En ik gebruik hem echt natuurlijk alleen voor partyen. Wow, hij is echt... Waarschijnlijk, je ziet gewoon mijn huid erheen. Hij is wel heel gaaf en hij is echt een beetje hippie met die hele wijde pijpen. Maar ja, dit zou je echt alleen met kerst dragen. Maar ik vind ook dat mijn benen er niet per se super mooi in uitkomen. Maar ik vind hem wel heel leuk. Met een leuke schoen eronder is hij net wat kort, maar hij is wel heel tof. Hij is echt doorschijnend. Maar voor bepaalde mensen is dit denk ik wel echt een tip. Mensen die hiervan houden. Ik zal weer even filmen waar die van is. En dat was deze broek in maat 10. Dus wat is dat? 38. Deze is ook wel heel leuk. Net een beetje kort. Zo zonder schoenen. Niet een heel lekker stofje. En hij heeft zo'n band. Een band die los zit en die dan alleen van voor vast zit. Dus, maar wel leuk. Wel een hele leuke broek dit hoor. Ja. Deze is wel echt leuk. Die moet ik even bij de overweegstapel. Dat is deze. Nee. Dit wordt hem niet. Dat is ook deze in maat 10. 12. Het valt best wel klein. Het is best strak zat hij. Dit is een hele mooie, maar deze zit te strak helaas. Ik wou hem wel even proberen. Dat is jammer, als ik hem nu bestel is hij niet meer in de aanbieding. Maar dit is wel een heel ja, mooie stof en zo. Niet heel bijzonder, maar wel leuk. Nou ja, hoezo niet bijzonder? Is gewoon leuk. Zit lekker, heel hoog wel. Ook een soort zo'n crepe polyester stofje. Het is allemaal van die stofjes die niet echt dit strak trekken of zo. Maar mijn benen zijn nu trouwens een beetje vol, omdat ik al 2,5 weken niet heb gefietst. Dus daar moet ik ook rekening mee houden. Normaal heb ik hier iets minder dit kwappie, zeg maar. Ja, niet fietsen, dat zie je meteen. Dit is hem. Deze gaat ook denk ik bij de overweegstapel. Grappig, alles wat ik leuk vind is dus van de Topshop. Ook prima prijzen. Deze is echt heerlijk. Lekker strak en zacht. Wel vet, maar yin-yang tekens. Dat is volgens mij echt... Wat is het? 1995? Nee, ik weet niet. 2000? Heel oud. Maar wel grappig.
ja, wel leuk of zo. Maar ook jammer, want meestal een broek al te lang. En met deze heb ik nog een schoentje eronder. Best kort voor mij. Echt vintage, inderdaad. Maat 40. Ja, ik denk dat ik dit niet echt durf te dragen. Hij is ook niet echt heel flared en heel heftig. Maar dit vond ik ook zo oldschool. Kranten. Grappig, hè? Het is handig, hè, dat ik dit zo film, denk ik, voor jullie. Ik hoop dat jullie dan alles gewoon lekker makkelijk kunnen vinden, zonder dat ik linkjes hoef op te zoeken. Heel leuk, wel allemaal zo dun, dus het doet echt niks voor je figuur, zeg maar. En ik vind het hier wel heel erg zo strak en dan hier zo, snap je? Alsof het er echt aangeplakt is. Echt zo Mamma Mia broek. Dus dat vind ik net wat minder hier aan. En het is wel echt, ja, wel heel dun. Wel heel leuk, maar heel heftig, heel dun. Ja. Deze is heel comfortabel. En leuk, maar niet te heftig, omdat er bijvoorbeeld niet witte sterren zijn. Dit zie ik mezelf wel dragen. Het voelt echt als een legging. Lekker een beetje zo katoenachtig stofje. Klein beetje waarschijnlijk, maar niet heel erg. Deze gaat op de overweeg stapel. Ik ben altijd wel fan van eigen merk ASOS ook. 40. ASOS Design. Ja, dat vind ik heel leuk, maar niet bij mezelf. Ik vind het echt, ik weet niet, zo niet flatteus. Helaas. Nee. Nope. Nee. 32. ASOS Design. Lijkt een beetje op die andere met bloemetjes. Ander merk. Nou, wel leuk. Weer hetzelfde lengte ding. Deze zit een beetje strak. Ik twijfel over de print. Of ik het leuk vond. Maar ik vind het ergens wel cool. Maar het zit net niet mooi. Wel tof, toch? Ja. Oh ja, dit is mijn nieuwe badjas, die had ik ook besteld. Ik zoek eigenlijk nog een badstof nieuwe badjas in een beetje een wit, gewoon een normale kleur. Wit eigenlijk. Maar ik vond ook wel weer tijd voor een lekkere zachte nieuwe. En deze vind ik echt heel erg leuk. Het is een M, hij is vrij kort, maar wel heel leuk. Ik vind hem echt heel erg leuk, heel erg blij mee. Ik zal even het merkje filmen. Ik was maand uit om het merkje te filmen, maar hij is trouwens heel warm. Echt heel warm. Warmer dan normale van dit soort vlies. Wat je was ik of zo. Hij is echt heel warm en heel dik. En mooi afgewerkt en zo, dus heel leuk. En het label ziet er niet echt mooi uit, ik weet niet waarom, maar dit is hem. Een L had ook gekund, maar M is prima. Hij is echt lekker dik, mooi. Hij voelt heel luxe, dat is zeker een tip. Hetzelfde stofje. Ik ben nooit zo'n hele erge bloemenfan, maar ik vind deze wel leuk. Ik moet straks gewoon goed kijken welke ik hou, maar ik hou zo van flirtbroek dat ik er dus even heel veel heb besteld. Ja, mag dus ook wel iets langer, maar kan wel. Nou ja, hij is eigenlijk nu al kort zonder schoenen. Dat is wel jammer. Dus moet ik even kijken. Dit is het. Leuk. Ik ben 1,75. Dus voor iets kortere meiden zijn deze dus wel geschikt van ASOS. Dit is maat 40. Deze kan ik me niet eens herinneren, maar dit is leuk. Dit is gewoon eigenlijk gewoon een broek. Zonder zakken, zonder knoop. Dus dat is een flared. Maar dan van zo'n stofje, van dit. Wat vaak in normale broeken zit. Nee, het gaat ook wel op de overweegstapel. Grappig. Deze broek is ook wel een tip. Want hij zit, zeg maar echt een hele mooie broek. Maar hij is dus niet echt heel flared. Maar wel leuk. Moet ik ook even op de overweegstapel. Dit is mijn overweegstapel. Dan ga ik alles kijken en dan kiezen. Nou, en dat was het weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Soms heb ik echt geen zin om dit soort dingen te filmen. Dan denk ik, ja, ik koop het gewoon voor mezelf. Ik wil gewoon even snel passen. Maar ja, ik weet hoe leuk jullie het vinden als ik het wel film. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Duimpje, duimpje omhoog als je het leuk vond. Ook met die labeltjes erbij. En dan gaan we door met het volgende beeld. Ik ga helemaal stuk. Ik heb het programma dus nog nooit gekeken. Ze dachten dat hij niet kon zingen. En toen zag je ze ineens twijfelen, maar hij zingt zo vals. Ik hoor dit. Oh, dat is grappig.
Wat is een leuk programma dit. Ik hou hiervan. Ik zit zo met een lach dit te kijken. Dit is fantastisch. Deze chick zingt zo vals. En ze staat helemaal te shine alsof ze een zieke artiest is. Dit is geweldig. Zij, ik vind haar echt leuk. Kijk, dit is zo leuk. Ja, hier word ik echt vrolijk van, jongens. Nou, dat was een drukke, maar hele leuke dag. Ik had dit trouwens vandaag aan. Ja, ik ben nog steeds even op zoek naar een soort van leuke dingen om op zo'n broek te dragen. Want het is niet echt leuk. Maar ik vond het wel leuk dat het qua kleur soort van meest. Volgens mij is het bruin, maar doordat je deze kleur erop draagt, lijkt het bijna dezelfde kleur. En het zit heel lekker. Er komen alleen wel heel snel vlekken op en zo. En hij is dus net een beetje kort, maar ik vond hem wel leuk en hij zit heel lekker. Het was in ieder geval echt een hele leuke dag vandaag. En we hadden gewoon alleen maar leuke dingen gedaan, dus... In groep 5 heb je daar meestal niet zoveel tijd voor. Dus de kinderen vonden het heel leuk. En ik vond het ook heel leuk. Lekker nagels gelakt en geknutseld. En dat was echt heerlijk. Voilà. Wij zijn aan het kochen. Koken. En we koken. Hoe heet het nou? Shakshuka met buffelmozzarella. Deze. Ik maak de kuil. Jij mag hem breken, ja? Eeuw. Zo nasty. Vind je dit leuk? Heb je dit ooit eerder... Oh, ik film je eens. Heb je dit ooit eerder gedaan? Nee, hè? Heel grappig. Mannen gaan altijd zoomen. Waarom doet elke man dat? Echt letterlijk elke man. Ik zweer het. Dat is echt grappig. Kijk, het ei wordt nu hard. Ugh. Het is wel, het wordt wel heel lekker. Als ik kijk hoe mensen dit doen, dan denk ik altijd, zou ik het op dezelfde plek leggen. Hier ligt een ei, kan je dat weer opleggen? Wel een beetje weghalen. Basilicum. Je bent niet zo'n basilicum man, hè? I will be rising. Buon appetito. Pakketjes time. Liefschuldig, een collab die je deze winter opwarmt. Bij aankoop van 25 ontvang je een duo mokken en een kussenmist van L'Occitane. Oh, grappig. Niet mijn smaak. Dit vindt mijn oma heel leuk op mijn moeder. Maar mijn moeder heeft al heel veel in huis. Zal ik dit aan mijn oma geven? Wij zijn even in de kringloopwinkel, want we zijn op zoek naar een kaasfondue van. En ik zoek eigenlijk ook nog een lekker cappuccino mokje. Ik twijfel tussen deze en deze. Ik denk eigenlijk deze vind ik zo wit. Oh, deze kapot. Maar ik denk dat ik deze eigenlijk mooier vind. Oh, of deze. Nee, is heel zwaar. Deze zijn niet kapot. Dan heb ik deze twee. Is niet heel mooi, maar dat drinkt gewoon heel lekker, vind ik. We hebben hier een kaasfondupan, maar nog geen andere oxine dingetje. Best leuk, kringloopwinkel. En ik heb nooit wat nodig. Nou, ik denk mooi dat ik deze wel wil hebben.
vind die heel vet. Deze is zo leuk voor bij jou. Oh, maar het zijn twee verschillende, dat is jammer. Oh, het zijn niet hetzelfde. Dat is minder. Ik wil twee van deze. Leuk. Ik heb mijn handen gerespecteerd, jongens. Kijk, hij heeft deze bloemen gekocht. Nou, niet zo stom doen. Hij is echt super stom. Stom. Ik wil een bloemen filmen. Wie weet hoe al deze bloemen heten? Dit is het boeket voor mama. Hij is echt heel mooi. Dit had je nog honger, want ik had nog snacks bij me. Van Grace. Neem aan dat we hier toch wat eten. Oh, dit is mijn cadeau. En de mensen weten al wat het is. Go, but you don't know what you got. You need gone. Oh. Hallo. Hey. Ik had mijn camera hier opgezet, vond ik grappig. Nou ben ik even blij dat ik mijn feestje heb aangekleed. Als jullie met zulke feestpakketten binnenkomen. Oh, allemaal leuke dingen. Waar is de poes? Poes? Poes. Waar de poes is. Waarom wil je weten waar de poes is? Ik vroeg me af waar de poes is. Kijkt hij naar de toko? Toko? Ja. In de poes zit gewoon aan een pleester kijken, naar een vogel die vlak bij me zit. Oh. Gelukkig is het hier lekker warm. Jij ja, is het lekker warm? Ik heb geen rosé bij me vandaag, hè? Nee, maar die hebben wij thuis staan. Het wordt al minder, hè? Die hebben wij thuis staan. Het enige wat mensen in de vlog altijd leuk vinden is als ik bij jullie ben. Ja, hè? Dan krijg je nooit gezeur. Alleen maar die oude. Ja. Hey, jullie hebben ineens handzeep. Zelf Mr. H. Wat denk je? Deze? Dat is een mooie. Ja, hè? Ja. Smal van onder, wat breder van boven. Ja, perfect. Jij. Nou. Dankjewel. Weet je waar wij het waren? Ja, namaste. We waren te vroeg. En toen gingen we naar de kringloop in. Waar? In Baar. Echt? Wat leuk. Vond je het leuk? En wat heb je gekeken? Een kaas van Japan. Die erbij glazen. Ja. Nee, echt? Ja, een mooi glaasje. Leuk! Oh, ik ben gek op mensen die de kringloop leuk vinden. Maar jij vindt het ook leuk. Ja, maar was het maar een beetje afwonderd. Ja. Oh, leuk dat je dat zo leuk vindt. Ja, zo leuk, zo leuk. Nee, maar dat ik het wel leuk vind. Nou, vanmorgen had onze Pilates-lerares. Die gaf me een compliment voor mijn broek. Maar die geeft me best wel vaak complimenten voor mijn sportkleding. En toen zei ze, ja, ik ben met een H&M geweest, dit en paste dat, het was zo druk, nou, heel gedoe. En ik had iets van, oh, ik ga niet vragen waar mijn sport vandaag komt. Bij de kringloop. Ja, en ook een shirtje. Een hele mooie natuurlijke kleur. Ja. Charlotte zei, doe maar roze en paars. Nee, ik ben echt van de herfstkleuren. Echt niet? Ik ben, oh. Hij had zo'n roze boeket. Heel mooi boeket. Toen zei hij, dat is leuk. Toen zei ik, ja, dat vind ik mooi. Mijn mama houdt volgens mij meer van een beetje donkerrood, een beetje geel-oranje, misschien paars. Wat weet je? Ja, ik wou nog zeggen, paars zou ook mooi zijn erbij. Wow. Nee, hebben we gedaan. Was niet mooi. Was niet mooi. Oh, dat weet je dat goed. Ik zou het in deze vaas zetten. Dat is een mooi ding. Dat is super mooi. Ik heb van mijn vader gekregen. Nee, mooi. Willen ze? Die komen altijd met een paar. Die komen ze drie of vier marillessen. Kijk, die grisant. Dat is een hele mooie bloem. Dat is een grisant. Kijk eens hoe prachtig. Heel mooi. Poesjes, poesjes. Nee, oh, dat lukt niet. Dat is een beetje vastgeplakt. Dus je moet het gaan afzetten. Nee, ga je het herbruiken? Ja. Oh, een koot. Dat hoort niet. Koot hoort niet, nee. Maar hij zit ergens vastgeplakt. Oh, dat is fijn. Ja, het is echt heel leuk hoor. Ik kreeg hem van de week, toen dacht ik, nou, dan geef ik die wel aan jou. Oh! Heel leuk. Is dit al, ja, is dit, heb je dit allemaal geunboxed? Nee. Moet je even unboxen? Nee joh. Wil je film? Ik heb hem gewoon laten zien dat ik het heb gekregen. Maar als jij dit krijgt, dan moet je toch voor hun niks doen? Nee. Moet ik het unboxen? Oh, dat valt wel mee hoe mini het is. Nee, gewoon kleine, dat soort formaatjes, heel leuk. Nee, dit is volgens mij ook echt een mini. Spelnummer is dat? Nummer 17. Maar een 1 was maar echt. Waar moet je dan al die dagen al hebben gedaan? Wat nu al voorbij is, zeg maar 1 tot 3. Mag je wel. Je moet het wel echt op per dag doen, dat is wel heel leuk. Dus 1 is al voorbij. Ja, je mag nu 1 tot en met 5 doen. Shower oil, heerlijk. Ik dacht, dat vind jij toch heerlijk, man, dit merk. Ja, ik hou van dit merk. Heel leuk. Dit is zo leuk om weer daarna te vullen voor iemand. Ja. Maar dit is ook leuk om... Als bureau. Leuk. Bureau met spulletjes van potlood en gummetjes. Heel leuk. Robin, zijn dat die olijven die ik had gekocht?
Wat zijn ze lekker? Ja, lekker. Flesje rode bardonk? Ja, dat klein. Nee, nee, kaas of zo. Lekker hoor. Ik dacht, ik doe gewoon een maat die we dan zo lekker kunnen versnijden. Het was een gezellige avond. Ja, ik vond het heel gezellig. Mama zei dat ik dat moest vloggen. Poesje, jij vond het ook. Ik heb een kaasje gekregen van papa, mijn lievelings. Poesje, van Ali. Hij is zo lekker dat hij zelfs niet eens stinkt. Roche Baron. Ja, maar mee. Wie heeft er gelijk? Ha of ik? Jij. Dit bijzondere geitenkaasje, daarom vind ik het zo lekker. Dus het is wel een geitenkaasje. Ik ben gek op geitenkaas. Wat ruik je? Is een heerlijk romig kaasje dat bedekt is met een natuurlijk en eetbaar laagje as. Hierdoor krijgt een kaasje een heerlijke volle romige smaak. We zijn weer thuis en ik had vandaag trouwens een oud blouse van Naked en mijn nieuwe broek van Topshop. Dat is wel heel erg leuk. Leuk hè? Ik vind het echt de leukste van allemaal. De rest moet ik nog even naar kijken, maar... Ja, ik vind hem echt leuk. Dan ga ik de weekvlog hier maar weer afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat het even weten door middel van een duimpje. Of natuurlijk een reactie, dat is nog veel leuker. En dan hoop ik je weer te zien op Instagram. Of over waarschijnlijk ruim een week bij een nieuwe weekvlog. Doei!